heb een storing op NIR 7. Nee. Dus daar zou u helaas naartoe moeten gaan. NIR 7? Ik neem jullie mee. Nou Mo, zie jij hier vrouwen tussen zitten? Ik zie geen vrouwen. Ik zie ook geen vrouwen. Ik wil weten waarom dat is. Mag ik wat aan jou vragen? Goedemorgen. Goedemorgen. Jazeker. Wij zien eigenlijk geen vrouw hier tussen zitten. Hebben jullie geen vrouwelijke collega's? Nee, niet echt. Waarom is dat, denk je? Ik denk omdat het fysiek denk ik te zwaar is voor de vrouwen. Oké. Ik hoor genoeg, we gaan het tegendeel bewijzen vandaag. Oké, helemaal top. We gaan het proberen. Ga je mee? We gaan de werkvloer op, Mo. Stratenmakers, automonteurs, lassers en afvalverwerkers. Allemaal beroepen waar meer dan 90% van de medewerkers uit mannen bestaat. Maar waarom is dat eigenlijk? Wij duiken in 4 verschillende beroepen om te zien of wij hierachter kunnen komen. Onze werkdag begint bij Kaan. Hij werkt al 22 jaar als automonteur en het was echt zijn jongensdroom om met auto's te kunnen werken. Om in te komen heeft hij een routineklusje voor ons, de verlichting controleren. Jij mag naar zitten in de auto en verlichting aanzetten. Wij gaan even kijken. Heb jij een rijbewijs? Ja, nog wel. Ik zou hem niet moeten hebben. Je hebt knipperlichtarm toch aan de linkerzijde? Ja, de linkerkant. Ja. Ja. Ja, is goed. Andere kant. Remlicht. Even remmen. Remmen. Ja. Los. Wacht. Nog een keer. Nee, ik ben nog niet bij de rem. Ik moet heel even nadenken. Ja, gaat druk een kop. Ah, ja. Nu is goed. Achteruit. Achteruit. Schakelen, achteruit. Schakelen, achteruit. Oh. Rechtsachter. Ja, perfect. Kijk. Ja. En mislicht. Mislicht. Deze middenste mislicht. Die? Nee, nu is alle verlichting uit. Ja. Die? Ik vind het zo leuk. Mo, hou je bek. Wij gaan even nieuwe banden wisselen. Ik ga even laten zien hoe moet je loshalen. Kijk. Nice. Jij moet goed vasthouden en drukken. Klaar. Oké. Okay. En hoe voel je dat hij eruit is? Sorry. Nee, Mo. Jezus, deze vrouw heeft echt veel te lang geen seks gehad. Ik vind het heel eng. Ik schrok me helemaal kapot. Hoeft niet bang zijn. Een beetje geluid. Hoppa! Hoppa! Linkerband. We hebben gewoon een hele band vervangen. Dat is best vet. En klaar. Hebben we het goed gedaan? Jullie hebben heel goed gedaan. Mo, vind jij nou dat dit een typisch mannenberoep is? Snap jij dat, waarom mensen dat denken? Ik snap waarom mensen het denken, absoluut. En ik snap ook waarom we hier alleen maar mannen zien. Maar aan de andere kant denk ik, als ik zie hoe blij jij hiervan wordt en hoe leuk je het vindt en hoe snel je het oppakt, dan denk ik, ja, waarom zouden vrouwen dit niet ook doen? Ja, je wordt vies, maar ja, je doucht op 's avonds. Dus ja, dat zie ik ook niet echt als een reden. Je op kantoor hebt gezeten en gaat douchen of hier hebt gezeten en gaat douchen, ja. Liek, wij moeten door naar onze volgende baan. Ja, wij moeten door. Maar thanks, Kan, voor jullie, dit. Jullie bedankt voor de hulp. Heel graag gedaan. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik ben er morgen weer. Verbrandingsovens, zware machines, vrachtwagens en heel veel afval. Een wereld waar ik niet 1, 2, 3 een vrouw in zie. Bij AEB wordt er per jaar 1,4 miljoen ton aan afval verwerkt. En er werken, je raadt het al, over het algemeen heel veel mannen. De uitgelezen plek dus om te zien hoe wij het vinden om in deze sector aan de slag te gaan. We starten bij de weegbrug. De plek waar al het afval dat binnenkomt wordt gewogen. En ja, wij dus ook. Hoe zwaar zijn wij? Alles bij elkaar 120 kilo. 120? Dat klopt niet. Nou, je moet er even af. Je moet er eentje af, toch? Oh! Wat? Kijk. Nee, ja, wij zijn... Oh, wij met z'n tweeën. Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Oh, ik dacht dat jij... Ik weet niet waar die brug stond. Oké, nou, volgende. Ja, is goed. Waar gaan we heen? Deze kant. Ferry neemt ons mee voor onze eerste taak. Hij werkt al 5 jaar op de weegbrug en verwelkomt de chauffeurs die elke dag binnenkomen met heel veel passie. Kijken of wij dat ook kunnen. Nou, hier worden eigenlijk al vrachten gewogen op de weegbrug. Dat is mijn werkplekje ook. Nou, we mogen er ook toevallig nog eentje gaan inwegen. Hoi, hoi. Wat kan ik voor je doen? We moeten even het kenteken hebben. Ja? Moet ik dat aan hem vragen? Ja, is goed. Ja. Wat is jouw kenteken? Dat is 12 BVX.
Ik begrijp als dat privé is hoor, meneer, uw gewicht. Oh, je hoeft helemaal niet aan oude te drukken. Ja, je klikt hem en dan gaat hij gelijk al automatisch, neemt hij het gewicht over wat hier op de weg is. Moeten we dat nog zeggen tegen meneer? Nee, nee. Oh. Je mag hem nu opslaan en dan is eigenlijk de weging. Hoe weegt hij dan, Mo? 26.280 kilo. Schoon aan de haak. Ja, goeie. Dat zijn een hoop vuilniszakken, meneer. Even kijken, die gaan wij nu voor u recyclen. Ik wens u een prettige dag. En jullie ook. Dank u wel. Hoi. Hoi. Hoe vind je dat we het doen? Ja, heel goed. Ja? Ja, jullie doen het heel goed. Jullie kunnen zo blijven zitten hier nou. Toch? Ik denk dat mensen het heel gezellig vinden. Ja, ik weet het wel zeker. En wat is nou het allerleukste aan jouw werk? Gewoon heel veel nieuwe mensen en ook standaard de mensen die gewoon hier heel vaak komen op een dag. Ja, dat is gewoon echt heel gezellig, maakt het gewoon. Ja. Ja. Vrachtwagens worden over het algemeen bestuurd door mannen. Hoewel dit nog steeds een echt mannenberoep is, komen er toch ieder jaar steeds meer vrouwen bij. In 2017 was 2% van de vrachtwagenchauffeurs vrouw. En dat is inmiddels verdubbeld naar 4%. Een vrouw! Een vrouw in de mannenwereld! Willen jullie meerijden zo? Ja, kunnen we meerijden? Mogen we meerijden met haar? Ja, mogen meerijden. Oh, dat vind ik wel heel drie leuk. Drie vrouwen in een vrachtwagen, ik vind het mogen ze meerijden? Ja? Ja? Top! Kijk nou hoe stoer! Oh, dat vind ik wel vet. Holy shit, zag je haar bovenarm? Ja. Ze is echt sterk. Zo leuk dit. Hallo! Ja. Nou, we gaan een stukje rijden. Wat vind je nou het allerleukste aan jouw werk? Het allerleukste is wel een beetje de vrijheid die je hebt. Ik krijg dan de ritten door die ik moet gaan doen. En eigenlijk bepaal ik een beetje wel zelf van. Ik ga dan even pauze houden. Ik doe dan even, maak even een praatje of zo. Niet een mega strak schema. Ik heb niet een mega strak schema. Nee. Als ik maar wel een beetje doorwerk natuurlijk. Ja. Maar dat weten ze wel wat ik moet doen. Ja. Dus, ja. Zou ik willen dat er nog meer vrouwen in deze wereld zijn? Nog meer vrouwen is altijd welkom. Ja, zeker. Het is, ik vind het wel leuk eigenlijk. We kennen elkaar niet. We zwaaien wel altijd. Hey, ja. Weet je wel, super cool dat je ook... Girl power! Ja, precies. Ja, zeker. Ja. Ik vind het echt wel vet. Yeah. Ik ben al ietsje ouder, maar ik zie wel steeds meer jonge dames. Yeah. Dus dat is echt wel heel erg leuk. Maar waarom denk je dat dat nu pas een beetje begint? Want op zich, ik bedoel... Waarom ik vind dat het nooit eerder? Ja. Wat maakt het nou heel mannelijk? Ja, weet je, je bent veel van huis, hè? Dat moet je niet vergeten. Dit zijn geen kantoortijden van 9 tot 5. Ik begin het om 6 uur en ik ben klaar om 6, 7 uur. Yeah. Dus als het later is. Het zijn gewoon serieuze dagen. Zeker als je het fulltime doet. Dus dat is natuurlijk ook wel een beetje privé. Je sociale leven wat natuurlijk een beetje achterblijft. Ja, voor sommige vrouwen, denk ik. Ja. Dus dat is best wel, daar moet je wel over nadenken. Wil je dat? Zo, dames, ik denk dat jullie hier eruit moeten. Eruit moeten. Ja. Ik vond het heel erg leuk. Dankjewel. Graag gedaan. Oh. Door het gesprek met Sigrid weet ik eerlijk gezegd niet waarom er niet veel meer vrouwen zijn die vrachtwagens besturen. Werken met machines is het volgende wat we gaan doen. En daar hoort passende kleding bij. Heel unisex. Liek, wat een lekker pakje hebben we. Minimaal, hè, want zien we er toch charmant uit. Dit is helemaal leuk. Ja. We hebben een afspraak met Bas en die zit op ons te wachten in de controlekamer dus. Naar de controlekamer. Naar de controlekamer. Dag heren. Hallo. Goedemiddag. Hallo, goeiedag. Wat zijn jullie allemaal aan doen hier? Nou, vanuit hier besturen wij het proces van de scheidinstallatie. De installatie waarmee wij huishoudelijk restafval sorteren en daar grondstof uit terugwinnen. Hoe stuur je die dan aan, die machines? Vanuit hier gewoon? Ja, dus je hebt een computer die vertelt precies tegen alle installatiedelen wat ze moeten doen. Nou, dat is heel simpel. Een zeef die gaat schudden en dan krijg je een... Bas, ik heb een storing op neer 7. Nee. Dus daar zouden jullie helaas naartoe moeten gaan. Neer 7? Ik neem jullie mee. Je moet dat afval weghalen, zodat hij weer vrij is. Ja? Ga met de hark doen, staat hier. En dan mag je daar het afval naar beneden duwen met de hark. Juist. Oké, goed zo. Bart, kunnen we draaien. Ja, daar gaan we weer. We hebben het gepakt. Woe! Ik zag net eigenlijk alleen maar mannen rondlopen, maar werken er ook vrouwen hier in de fabriek? Ja, we hebben één vrouw. Zij wil trots op. Ja, dat snap ik. Ja, het is heel goed voor de dynamiek in het team. Ja. Vrouwen werken net zo hard als mannen. Dat bewijst zij ook zeker. Ja. Helaas. Ja, we zouden graag meer vrouwen zien hier in de fabriek. Wil jij nou collega worden van onze grote vriend Bas en werk maken van een schonere wereld? Dat kan. Doe dan de test op www.maakwerkvaneenschonerewereld.nl. En dan is hij jouw collega.
We hebben dus vandaag de hele dag meegelopen in de echte mannenwereld. Ja. Wat heb jij geleerd? Wat heb ik geleerd? Nou, eigenlijk vooral dat ik het niet per se typisch mannenberoepen vind. Nee, hè? Ik heb me echt onwijs vermaakt. Ik ben vanuit huis uit nooit echt geïntroduceerd met deze beroepen. Nee. Maar ik kwam er wel achter dat ik het oprecht heel leuk vind om lekker fysiek aan de slag te gaan. Ja, dit was helemaal jouw dag. Ja, en jij? Je gaat helemaal naar huis met nou. Ik ga een carrière switch doen. Maar ik vond het leuk, maar niet zo leuk als jij. Nee. Maar ik vond het wel leuk om gewoon een keer gezien te hebben dat er veel meer achter zit. Dat het niet alleen die job is die wij denken dat het is, maar dat je er wel daadwerkelijk voor wat voor moet kunnen. En ja, ik vond dit heel cool om een keer gezien te hebben. Ik ook. We gaan voldaan naar huis, lekker. We slapen heel lekker vanavond. Ja, ik hoop dat het thuis voor me gekookt is. Ik ook. Dat hoop ik eigenlijk elke dag, want ik kan dat niet. Maar goed. Oké, tot de volgende.